Dit is Noeska. Een van de meest zachtmoedige mensen die ik ken. En dit is Noeska. Het grootste bokstalent van Nederland. Op grote internationale toernooien heeft ze inmiddels een handvol medailles verzameld. De meeste zilver, het goud ontbreekt nog. Van dichtbij maak ik haar mee. Hey. Soms is het leed nauwelijks te verdragen. Oh, dit is erg. Dit zouden mensenrechtenactivisten dingen echt niet... Het is echt fucking zielig. En soms voelt het bijna als vakantie. Sterkte. Meestal is zij dapperder en enkele keer ik. Eén vraag steekt boven alles uit. Wie staat er nu eigenlijk in de ring? Mijn laconieke klasgenoot of een nietsontziende vechtmachine? Het boksen hier in Nederland, zeg maar, met meiden. Is dat veel of is dat echt nog een beetje... Alleen mannen eigenlijk. Ja. Het lijkt me zo dat hun eigenlijk in het begin niet voluit durven stoten tegen. Ja, maar als je ze dan één klap geeft, dan... Durft ze wel. Nee, maar aan de andere kant ga je dus niet de hele dag op je hotelkamer zitten. Want ja, dat hou ik liever niet vol zolang... Nee. Dus dan zie je weer wel wat. Ja, soms wel, soms niet. Dus veel eiwitten en groenten en fruit. Ja, het is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Als je buiten komt en je hebt honger. Ja. Oké, hartstikke bedankt. Nou, fijne avond en tot ziens. Ja, dankjewel. Fijn weekend. Dag. Op grond van haar goede prestaties heeft Noeska de A-status gekregen. Behalve gratis naar de kapper, brengt hij nog meer zegeningen met zich mee. Noes wordt voortaan professioneel begeleid en ze krijgt voor bijna niks een auto te lenen. Jezus. Oh, dit ziet er echt mooi uit. Ja? Dat is ja. Dit is heel anders dan dat je gewend bent. Ja, dit is echt mooi. Jezus. Wij zaten ons af te vragen, zou er een radio in zitten? Dat soort dingen gewoon. Oh, heb je nog vragen verder? Waar is de uitgang? Ja, die naast is. Hoi! Hoi! Scrunch meteen. Oh, oh, oh. Woeie. Oh my god. Is dit een toeter? Geen telefoon verbonden. Oh, dat is als ik wil bellen. Zegt u een naam die u wilt bellen? Bijvoorbeeld Peter Janssen mobiel bellen. Abdul of Kie... Nummer herhalen of meer opties. Fijn toch? Zo kan je toch echt wel honderden kilometers afleggen? Ja. At 3 meters, it's as big as a minibus. Yo, this one. Pop, pop, pop. Come on, forward. Quick, quick, quick. Pop, 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 pop. Right. Pop, 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 pop. Right. Goed zo. Raak mijn gezicht niet, hè? Ja, ja, wakker blijven. Go.
2. Heel simpel, wat mijn taak is om de topsportprogramma's te verbeteren, te ontwikkelen en te laten groeien op het niveau wat olympisch waardig is. Wij zijn een missie begonnen van dag 1. En het zou leuk zijn als we die missie verder konden afmaken. Uit zijn koken is Nuska gegroeid, heeft ze zich heel ontwikkeld, maar we moeten nu stappen doormaken. Ja, dan komen er professionals bij, zoals ik. Ja, dat zijn dan misschien een beetje bedweters, hè, misschien voor zijn gevoel. Maar ik zeg heel simpel, samenwerken. En nu gaat iedereen ermee aan de haal. Ja, vrouwenboksen, dat is goed en dit lot. En daar zien ze ook mogelijkheden in. Ze mag natuurlijk zelf bepalen met wie ze dagelijks wil werken. Dat is niet aan ons. Alleen wie uiteindelijk de eindcoaching doet of de echte eindbegeleiding doet op een EK, WK of Olympische Spelen, dat bepalen wij. Wij, van de Boksbond en ook NRC, is van mening dat Fekiri niet als coach langs de ring mag. Dat is de mening die wij toegedaan zijn. Dat is niks persoonlijk, dat is even zoals de professionals naar kijken. Maar wat is jouw primaire reactie op deze grote shock? Hoe zo kan ik het toch noemen? Nou, dat ik gewoon geen trainer heb. En, Maar is jouw conclusie dat hij ermee gaat stoppen dan? Nou, dat is wel zijn eerste reactie geweest. Ja, ik weet niet wat de tweede reactie wordt. Ja, zo reageert hij altijd als primaire reactie. Ja. Dat is best wel een beetje jammer, omdat dat eigenlijk precies is wat voorspeld is. Dus hij bevestigt eigenlijk een soort vooroordeel wat in dat opzicht bestaat, weet je. Dat het dus niet om jou draait, maar dat het meer om hem draait. Als het primair om jou zou draaien en we zitten 3 weken voor de Europese kampioenschappen, welke fucking trainer gaat jou dan in de steek laten? Want zo vertaal ik het gewoon en zo is het gewoon. Ja, zo is het wel. Maar als ik er zeg maar over nadenk, dan denk ik ook van ik kan hem ook begrijpen. Maar luister, dan moet je niet met sociale argumentatie of emotionele argumentatie, maar gewoon, jij zit 3 weken voor een heel belangrijk kampioenschap voor jou. Zou jij dan ooit een sporter waar jij 100% commitment mee hebt, zou je die in de steek laten? Dat is de vraag. Ja, maar Nee, geef er nog eens een antwoord op. Dat doe je toch niet? Nee. Dan zijn we het daarover eens. Hij denkt bijvoorbeeld van, Louis, kijk eens wat Louis wat allemaal leuk uitstippelt met allemaal nieuwe dingen. Nou, laat het hem dan maar doen ook. Wie zegt dat? Even Kiri. Ja, laat hij dan ook maar de rest van het werk doen. Ah, goed, daar hebben we al vaker een discussie over gehad. Ik vind dat een... Ik vind dat een vreemde redenering. Ja. Dat is net alsof je snoepje niet krijgt en dan gaan we maar niet meer meedoen aan het spelletje. Ja. Het is gewoon het feit. Hey, Nederlandse meisje, Olympische Spelen. Ik wil er geen Marokkaan bij. Klaar. Hij kan zeggen het is geen discussie. Ik weet niet dat het is. Maar wat is het anders dan? Elke andere trainer mag, behalve Fekiri niet. Ja. Wat verwacht hij van mij? Hij verwacht er niks. Jij vraagt mij nu... Hij is toch niet naar je toe gekomen en zeggen, ik verwacht dit van jou. Maar jij vraagt wat hij heeft gezegd. Nou, hij heeft dit gezegd. Nou, oké. Leuk. Heeft hij ook gezegd hoe je verder programma gaat worden nou? Want nee, hij gaat het nu toch allemaal regelen? Hans gaat niks regelen. Je hebt het helemaal verkeerd begrepen. Louis zegt dat hij dat gaat regelen. Ik heb het heel goed begrepen, meisje. Louis zegt dat hij dat gaat regelen, niet Hans. Ja, oké. Want goed. Hans en Louis hebben gesproken en de eerste vraag die Hans aan Louis heeft gesteld is ook geweest. En dan, en nu verder, wie is dan de vervanger of wie wordt dat dan... Dat heeft Hans gezegd. Dat heeft Hans ook gevraagd. Oké. Dat heeft Hans als een wat van de eerste dingen Wat was het antwoord daarvoor? Ja, dat hij dat ook niet goed wist en dat ik maar een vervanger moest kiezen. Of een, Dus elke, met andere woorden, elke trainer is goed. Die mag bij jou in de hoek staan als het maar geen Fekiri is. Dat weet ik niet of dat elke mag zijn. Hij zegt, jij moet doorgaan en hij gaat er ergens gewoon vanuit dat jij het gewoon, dat jij de trainer blijft. Niet dus. Denk niet aan problemen als je tegenstander iets doet, maar denk aan oplossingen. Juist, schouders omhoog.
Ik ben de beefstuk specialist. Ik heb me geplet net als Jamie Oliver. Excellent. De drie dames die gaan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Jessica, Nuska en Marcella. Als we jouw jaar gaan bekijken met de progressie die je gemaakt hebt, kun je ons kort daar even doorheen nemen? Ja, het is eigenlijk goed gegaan. De NK in mei. Ja, ik denk dat mijn kansen gewoon goed zijn. En ik wil gewoon voor goud gaan. En verder wil ik het stap voor stap bekijken. Nuska, Tom die staat in je hoek. Ja. En dat was in eerste instantie geloof ik niet de bedoeling, wat jou betreft. Was het een teleurstelling voor je? Ja, tuurlijk. Want je werkt daar al een hele lange tijd naartoe. En je bent samen voor aan het voorbereiden. En, ja. Hij mag niet meer mee. Hij mag niet mee naar NBB-geaccrediteerde toernooien. Ja. En dat is dus eigenlijk alles wat ook maar in de buurt van belangrijk komt. En wat is de reden daarvoor? Uiteindelijk een reden, zoals zij het nu noemen, is dat ze hem emotioneel niet durven te vertrouwen. Dat hij zich niet kan inhouden op momenten. En, hij is wel gekwalificeerd. Hij is wel gediplomeerd. Ja, en zo, zeker. Dus wat dat betreft had het altijd makkelijk gekund. Ja. Ja, ja. Ja. Maar het zou kunnen zijn dat je daardoor sterker wordt. Ik heb zo'n idee dat van zeggen de mensen, ja. Nuska tegen de rest van de wereld. Ja, zo is het. En in de blue corner, representing the Netherlands, Nuska van der! Laat ze staan daar, laat ze staan daar. Ja, eens draaien, draaien, draaien. Gefeliciteerd, meid. Super. Even plaatsen, blijf niet hangen. En nog eens. Goed sluiten, lang houden, faken met die voorhand. 1, 2. En weg. En weer controleren links. Nuska! 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 Blijf er vanaf, Nuska. In, voorhand in en uit. Diep ademen. En pas op als je er naartoe gaat. Ga een klein beetje vanuit daar. Ga weg van die stoothand. Een klein beetje vanuit daar. Ja? Pak dat oude wijf. Kom op. In en uit, Nuska. Ja, is Nuska. Oh, doe dat niet. Faken. Nuska! Nuska! Ja, is Nuska. In en uit. In en uit. Juist. En er vanaf. En er vanaf. Nuska! 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 Juist. En je staat weer gelijk. Ja. Ik denk dat je gewonnen hebt. Ik denk het. Ik denk het ook. Ik denk het ook. Ik denk het stiekem ook. Ik denk het stiekem ook. Kut, wijs. Ja, op deze manier winnen is ook mooi. En ik heb vaak wedstrijden eigenlijk dat het wel vrij snel duidelijk is. Dus of voor hun of voor mij. Maar nu was het echt spannend. Oké, dan zie je later. Dus. Ja, is goed. Hallo. Hallo. Gefeliciteerd, Lincoln.
want to stay at the YMCA. Noes, wacht op de counter! Counter, wachten! Wachten! Juist, Noes! Juist! Oh, man. Wachten, wachten, faken. Nee, niet doen, meid. En je bent de finale in. Af en toe een mooie actie, 1-2. Als wij tegen elkaar aanstonden, was het 1, ik duw je zo omver. En 2, ik hoor je zo hard hijgen. Jij kan helemaal niet meer. Het is nogal logisch dat je jezelf harder hoort hijgen, snap je? Ja. Nou ja. Als je denkt hoeveel zij erin hebben geïnvesteerd, dit kind zit heel het jaar in China met de kont. Die zit echt niet stil. Ik word ook wel een beetje bloed, vrees ik. En dan moet ik het morgen nog aanmaken. Weet je wel vertellen wie dat is? Dat is gewoon een slager. Jezus. Zorg dat je die... de... schijnbeweging indoet, hè? Niet zomaar een aanval. Bam, schijnbeweging, bam. En zo win je een wedstrijd, door punten te scoren. Huh? We gaan dan? Yes. Oké, okay. High five. 2. Ja. 2. Tap, tap, bam. You are the champ. Mooi. Hoi. Dus nog maar 2 punten. Actie gelijk eruit. Kom op, tuurlijk. Godverdomme. Jouw stad hier, hè? Hé, hey, kom aan. Daar blijven, Noes. Laten faken, faken. En fluiten. Dek in hoog. Wachten, nu. Juist, en erbij. Lang houden met die voorhand. Noes, steeds. Uitstap, hè? Klaar staan met rechts. Oh. Het is een tank, hoor. Rechtop blijven staan, Noes. Draaien, draaien, draaien. Noes dan. 30 seconden, Noes. Open met rechts. Noes dan. Ja. Is het ons vond?
virus. Ja, kom goed. Misschien is dit de enige fucking keer in je leven dat je dat had kunnen doen. Even de naam noemen. Ludo. Die andere? Lucas. Ja, je blijft van me af. Word eerst rustig. Wat ga je tegen hem zeggen? Het was niet wat het lijkt. Thank you.